Oké. Help me, help me, help me. Wat gooi je die allemaal, joh? Die gooit echt een heel, heel botelarsenaal. Ja, dan moet je komen, joh. Met je arch en met je hunter kit. Kom dan. Hè? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel de Blitz Survival Games. Terwijl ik me omdraai naar dit en toe, ik had verwacht van, en dan zie ik niet meer, nou weer onzichtbaar, ik had een soort van Titanic verwacht, weet je, hij kijkt naar mij, ik kijk naar hem, maar hij is nou onzichtbaar. Welkom Dylan. Hoi. Pofferdikkie. We zijn in ieder geval weer in oh, nou oké, zeg jij het maar dan. Doe maar. Nee, dat moet je doen ook. Nee, dat is aan jou, we zijn in Miranorm Bazin. Dat wou ik helemaal niet eens zeggen. Ik wil alleen zeggen, we zijn weer eens een keertje in een teamgame en we gaan ons best doen. Maar ja? Jij begint... Wat? Gaan we ons best doen. Mensen, ik heb dit vaker gezegd. Voor de mensen die denken dat het leuk is om met Dylan op te nemen. Het is zwaar. Je krijgt er grijze haren van. Het is... Maar ja, heel veel stress dan. En zo. En dat klopt. Dylan, hoeveel likes zou jij willen op deze video? 2.500. Mensen... Succes. Ja, trouwens mensen, ik heb ook iemand geïnviteerd voor Le Galderini. Oh. Want ik vond wel dat... Free kill! Nee, mijn, hij komt voor mij, hij komt... Nee, Dylan, hij komt Dylan, voor Dylan, 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 hij komt voor mij! Hij komt voor mij! Ah, hoppa. Oh. Er is ook iemand geïnviteerd voor Le Galderini, had ik natuurlijk gisteren gezegd onder de Crazy Balls video. Mocht je die video niet hebben gecheckt, ja, dan heb jij nu waarschijnlijk een Galderini invite misgelopen. Wat zonde is, want enige wat je onder die video had hoeven doen is je naam achter te laten en eventjes die video te delen, zeg maar. En dan kon je een invite winnen, dat is dus gebeurd. Dus degene die geïnviteerd is, als je online komt, vergeet niet te accepteren. En dan zie je hem. Ja, ik doe mijn best, joh. Hij rent best. Ja, dat gaat hij sowieso... Oh, ik heb zijn kit. En wat heeft hij? Oh, hij heeft geen kit. Of in ieder geval is hij automatisch aangegaan. Dus dan zou hij ook wel geen goede kit hebben. Nee, dit valt mee. Oeh, ja, wel nice. Wacht, heb ik iets voor je? No. Nee. Oh, wacht. Ik ga eventjes, als je het niet erg vindt... Hier kan ik namelijk mijn eigen body mee farmen. Heb je hier eens een crafting table gezien? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Oké, dat is fucked up. Dan gaan we ook nog maar gewoon kisten looten. Ik heb nog geen stone sword. Dat is... Ik ook niet, man. Ik heb alleen een wooden sword extra. En ik heb een ironic, maar ironic is voor mezelf. Is hier misschien de crafting table ergens? Blizz! Nee, ik denk... Lijkt me dat er in een van die huisjes misschien wel zo'n crafting table staat. Is er nog een koe hier? Hier is nog een koe van mij. Ja, ik weet het niet, man. Maar kijk, het is wel chill als ik even heb. Want dan heb ik tenminste een body, weet je. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen ook gewoon ons best gewoon gaan doen. En hopen dat we het niet nodig hebben. Dat is ook nog een optie. Ik zoek eigenlijk nog steeds naar mijn stenen zwaard. 3 uur later. Ik wil een stenen zwaard. Ik wil kaas. Waar ben jij eigenlijk? Oh jee, ik ben naar beneden gelopen. Oh, nou, dan kom ik er ook maar. Gebruik de kompas. De kompas. De kompas. Maar Rudy, het is het kompas. Ja, maar vandaag is het de kompas. Zelfs als mensen een titel hebben, ik gooi die blikje in die water. Dat mensen zeggen, je titel is verkeerd. Nee. Dat is gewoon de internetmime van, ik gooi die blikje in de water. Maar ja. Hey. Ja, ik gooi er wel een mooie bottle op je. Ja, ik weet niet wat idee. We kunnen naar de spawn toe om daar een body te halen. Nee, ik heb al een body. Never mind. You just got pranked, sir. But I got a level, so I can enchant if you do not mind that. I can enchant too, denk ik. Want ik heb 2 bottles en... net niet. Bottolinis. Ja. Ja. Heb je bottolines? Ik had bottles. Hey, protection ook hierop. Oké, er komt iemand aan. Oh, 2 mensen met diamond helmpjes. Ja, ik heb speed ingenomen, ik ga er nu voor. Oh, jezus. Oh, dat is de fisherman kid of niet? Ja, dat is de fisherman kid. Dat is zo fucked up. Oké, dat is 1 kill. Oh, deze nog. Kom op. Ik moet even rennen. En let's go. Kom op. Hit hem. Oh, nee, ik ben ook dood. Nee, joh. Sorry, brah. Ik heb mijn best gedaan, maar ik kon ook niet meer doen dan dit. Hij had 1 AP toen ik hem hitte. Yep. Dus hij had nog 1 hit nodig, dan had ik overleefd. Nee. Support mij door deze moeilijke tijd. Je hebt in ieder geval mijn body. Yep. Is er verder nog iets gevaarlijks, zeg maar, in leven, waar ik echt voor moet oppassen? Laat ik eens even kijken. Jij moet oppassen voor... Ik weet het niet, hoor, maar... Nee. Nee? Er is een team hier zo nog. Ah. Eentje, die hebben Jockey, V en Knight 6. Oh, ik zie er waarschijnlijk hier is dat. Ja, daar moet ik eigenlijk op afgaan. Er is eentje met een redelijk OP geertje, maar je bent wel de meest gestekte. Dus. Ik zie hier het team. Oké, als ik voor die team nu ga, in de back ga komen, dan kan ik misschien een van hun uitschakelen, waardoor ze toch, weet je... Ze rennen door. Kom hier. Een van hun, kom hier. Open die kist of zoiets. Juist hem. Deze is voor die team, hè? Ja. Lekker, dat is 1 down. Hoppatee, daar ben ik heel blij mee. Want die andere van het team loopt nu naar boven. Ja, die zie ik hier, ja. Die turnt nu weg van... Oh, oeps.
En kijk, daar staat hij. Nee, achter je, daar ja. Ja. Dit is iets van shit, mijn teammaat is dood. Haha. Dat is geen teammaat, hè, waar die nu naartoe rent. Nee, dat is geen teammaat. Oké, ik zie het. Kijk. Ik zie het. Is dit die gestekte? Nee, ook niet. Is er nog iemand die nog gestekter is? Ja, die heeft iets meer als hij. Oké. Poeh, dat is wederom een kill. Oké, ik heb inmiddels 8 kills. Volgens mij gaat het Gucci main. Oeh. Oh, no cheat. Please, do not do this. Het is in ieder geval 1 tegen 1 tegen 1. Dat is één ding wat zeker is. Deze is makkelijk. Alleen die andere, ja, ik weet niet, die heeft iets betere gear. Maar... Wat dan mij? Of dan hem? Nee, dan hem. Oké. Nou ja, goed. Hij is in ieder geval low. Ik hoop zo meteen wel trouwens dat die damage, dat het niet een 2 tegen 2 op mij gaan. Anders dat het geen team is, maar hij snapt wat ik bedoel. Kom op, 6 AP. Maak één foutje ergens. Nee, oké. Kom op. Damn it. Nee, net niet. Oké, nou ja, goed. Hij heeft inderdaad wel mooi gear. Hij heeft ook nog een keer speed. Dat heb ik niet meer, want dat heb ik net al ingenomen. Maar... Jouw speed is nou klaar, jongen. Hoppatee. Haha. Oké, spannen deze in. Tant. En we gaan ervoor. Let's go. Zie hem hier in de back? Ja, daar moeten we maar op gaan dan, denk ik. Ja, die moet je gewoon eerst pakken. Hoppakee. Voor de regen ook. Die andere vloog al. Voor de regen. Oh, hij heeft nog gauw appel gegeten ook, joh. Oh, zo. Kom op. Zo. Oh, die speed en die gauw appel. Dat doet het hem, hoor. Kom op. Ja, hij heeft hem ook. Hè? 4 HP. 10 kills, een tandkill en een win. OP as fuck. Meer kan ik niet zeggen. 1899 coins en mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Kettle Drive. Dit keer een solo game. Ten eerste, de vorige game was wederom... was in. En we wouden niet in dezelfde flow zeg maar, zitten, dat we continu met dezelfde mensen in de game zitten. Niet dat we daar wat tegen hebben, maar dat speelt toch anders. Dat speelt anders dat mensen weten van, oké, ze zien sowieso dat ik bij hun in de game zit. Want dat is een pixel top, kijk mate, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus even een solo game en natuurlijk ook een beetje een straf voor Dylan dat hij dood ging in dat gevecht. Wauw. Wat? Nee, niks hoor. Doet dat pijn? Nee hoor. Oké, dan. Je weet gewoon, ik ga je gewoon zo meteen een pakken rammel geven. Drommels, drommels, drommels. En nog eens, drommels. Drommels, drommels, drommels. En nog eens, drommels. En dan komt Robin aan. Adriaan, daar zijn de boeven. Vroeger, mensen, was alles beter. Toen was gewoon Bas en Adriaan nog op tv. Ja. Oh man, wat een leven was dat, hè? Eerlijk. Dat was altijd wel eerlijk, lachen. Maar eerlijk, iedereen was bang voor de plaaggeest. Nee, ik niet. Dat is wel trouwens de reden waarom die maar na een seizoen eruit is gehaald, hè? Ja, echt? Dat heel veel mensen waren er bang voor. Schijnt dat ze daarom na één seizoen hem hebben vervangen meteen. Dus ja. Nee, joh. Ja, nee, echt! Waarom denk je dat hij nooit meer terug is gekomen, die plaaggeest? Ja, geen idee eigenlijk. Ja, omdat hij fucking te eng was. Dat is toch kapot eng? Dat ding zat overal, maar zat maar boven op die caravan altijd te lachen. Levensgevaarlijk en doodeng, man. Nou, ja, die moet ik s'avonds niet tegenkomen. Ja, toen heb ik een brief naar ze geschreven. Lieve Bassie en Adriaan. Oh shit. Rennen. Ga dood alsjeblieft. Nee, niks ervan. Dood. D. O-O-D. Oeh, hallo. We hebben hier een night 10 met 26k kills. Ik wens jou heel veel succes ermee, Dylan. Ik ga je gewoon eens kijken wat ze gaan doen. Ik word hier zwaar achterna gezeten. Oh, die kerel die luistert ook gewoon letterlijk naar. Hij zegt get out en hij gaat gewoon letterlijk weg. Oh, nu zegt hij Zoe. Zoe! Ze gewoon een hele conversationic. Stop met chilling with Duff. Inderdaad, stop met chillen met mij. Oh, dan gaat hij op mij, tuurlijk. Oh, ik ben aan het rennen voor mijn leven, want ik heb hem dood. 19. Hey. Hey. Ja, fuck off. Oh, hij komt clean, hij komt clean. Oh, ik word hier gewoon gecleaned als de motherfucker. Oh, ik dacht hij is wel, omdat hij hier type, weet je wel, van hij is wel oké, weet je, hij doet niet aan de clean, wat natuurlijk gewoon mag. Dus ik vertrouwde op zich deze man als kijker, ik vertrouwde hem op zich. En uiteindelijk word je genaaid. Net wat ik gisteren zei, soms kan je kijkers gewoon niet vertrouwen. Fuck sake. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in de map, de Egyptenaria. Kijken of wij er hier wel wat van kunnen maken, want solo games, dat ja... Nee, dat... hadden we misschien... Ja. Sowieso hadden we dat misschien niet moeten doen. Maar ik zeg nou zo tegen jou, Dylan. Dat moeten we niet doen. Jij wou ze nodig een solo game. Om niet in de fight te komen. Eerlijk. Weet je, dat is een lekker spul, hè? Dat is een lekker spul, hè? Oh god, kom rennen.
Fuck ja, spawn. Naar de oase. Oh, naar de oase. Dat is eigenlijk onze standaard. Ik zie als mensen bij ons in teamgames hierin zitten, Dylan. Echt, wij zijn sowieso getrapt, hè. Dat weet je. Ja, wij gaan standaard naar de oase. Ja, omdat dat onze enige meetplek is. Nee, is mijn kist. Oh, die leggings had ik bijna van je. Je krijgt dadelijk wel mijn leggings van mijn kit. Oké. Okay. Ik heb OP kits. Oh, ik wou je eraf met, maar dat kan helemaal niet. Kom, we gaan samen naar beneden. Oei! Ik ga nog eentje naar... Het is nog een zwart. Zit hier beneden ook toch nog een kist, of niet? Nee. Jemig, wat een scam. Wat een scam. Fuck deze bullshit. Er is hier iemand. Ik heb alleen geen food. Ik er wel. Hier. Plop. Hoi. Oh. Ja, ik heb ook een vuist. Wil je een potje knokken? Kom dan, weet je, bam, bam, bam. Bang, bang. Hier, backup. Hoe kan dat nou weer? Backup, bitch. I got backup. You mad or no? Kom hier. I got backup. Nee, je mapt hem alleen verder naar boven. Natuurlijk, een beetje helpen hier en daar. Hé, hey, hij gaat weer naar beneden. Hij probeert een dodgen. Hoppakee. Hoppatee. Ik heb hier leggings voor. Hier, bam. Ik heb trouwens die kill, man. Ik denk, meld het even. Ik heb ook leggings. Oké, sorry hoor. Oh. Ik ben een teamgame, weet je, ik geef jou dingen als team zijnde, maar ik heb ook lekker zo. Meteen zeiken jij, meteen zeiken. Hou je mond, joh. We zien die mensen. Ja, dit is een free kill, Oh, die ontsnapt. Mijn free kill. Ja, ga je, doe je ding. Kom, ik ben niet bij je, hè. Oh, shit. Ik zit achter je. Eentje in de back, Ja, die is van mij. Oké. Okay. Kom deze kant op. Op één keer. Ja, daarom. Pak hem. Help, ik hier, wij hebben ze allebei. Oh, die neemt even een invis. Oh, die neemt, denk ik, doe even invisibility. Hoi. Do you like 2v1? Do you like 2v1, mate? Ik don't think so. Ja, doe ik toch? Ja. Oh, ik word geschoten door iets. Ik ook. Dat is wel fucked up. Oké. Okay. Dat is heel erg fucked up, want daardoor krijg ik. Ja, ik ren nog vooruit, hè? Dit te focussen achter. Wat dan? Oké. 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 Help me. Wat gooi je die allemaal, joh? Je gooit echt een heel botelarsenaal. Ja, dan moet je komen, joh, met je hunter kit. Kom dan. Hè? Hier komen jij. Hier. Ben je nog achter me? Nee. Oh, nootje, oké dan. Ik ben dood. What the fuck? Waarom ging je weg? Ja, hier boven in een huis zat eentje. Die zat op mij te schieten, dus ik moest wel. Oh. Ik ging erin en hij mapte gewoon af. Zeg dat dan, joh. Ja. Dat wist ik toen niet. Ik dacht, jij zit achter mij, toch? Oh, nee. Ja. Zie je, we moeten gewoon nooit splitten. We moeten gewoon altijd bij elkaar blijven. Ja, maar dat zei ik ook. We moeten niet splitten. Ja. En toch doe je dat weer. Ik word zo moe van jou. Ja. Achter je zit er ook nog in. Ja, maar 2 HP. 2 HP. 2! Ja, ik heb een boog, maar ik heb geen... Arrows. Ammonationic daarvoor. Er komt er ook nog eentje achter je. Die close steeds verder in. Ja, dat zal. Geloof ik heel graag. Hij gaat je bijna kunnen hitten. Achter je omdraaien. Ja, kom dan. Hè? Kom dan. Ja, hoppa. Want als ik ga winnen, win ik voor Dylan. I got you, bro. I got you. Je moet het echt winnen, hoor. Ja, denk het ook. Nou, ik hoop het wel. Oh, shit. Deze zijn nog met z'n tweeën en laat ik zo zeggen, ze zijn allebei stacked. Er loopt hier nog eentje met een beetje noob gear, hier nog eentje met een beetje noob gear, maar... So, I can say, mensen, GG, bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, like, dat kan ik gewoon nu alvast instarten. Nou... Ja. Fuck it, voor een aanval. Dan, 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 dan. Ja, die kant moet je inderdaad op als je dood wil. Ja, dat weet ik. Maar ik heb geen keuze. Nee, je gaat winnen dit. Dit ga je winnen. Je gaat het gewoon pakken, één voor één. Nou ja, ja, denk ik. Maar zitten ze nog weg? Oh, hier zitten ze. Oh jezus, inderdaad, erg stekt, ja. Als je die kan pakken, dan... Daarom. Nee. Die andere heeft door wat ik wou. Hij had door wat ik wou! Hij had het door! Hij wint met een random kit. Wat een baas. God freaking dang it, Dylan. Waarom deed je dit? Sorry, man. Sorry. Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Blitz Survivor Games. Mocht je het leuk hebben gevonden, vriend, even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer ook op Gars Games, linkje vast in de beschrijving. Abonneer ook op Divi Meer. Koop je shirt natuurlijk nog vandaag met korting. En mensen, tot de volgende keer.